keek net naar de prijsuitreiking van de klasse M1. En nog heel snel voordat wij verder gaan met de klasse Z2 staat hier nog naast mij Bram Hoeben, de winnaar. Bram, had je het verwacht? Nee, absoluut niet. Ik ging hier een beetje met een leeg gevoel naartoe. Ja, het was mijn doel om bij de beste 10 te horen. Maar dat het zo goed zou lopen vannacht, dat had ik absoluut niet verwacht. En hoe komt dat? Had je in Gelderland op de Gelderse al goed gepresteerd? Ik was op de Gelderse 4e geworden. En dat was ook wel terecht, want ik had daar ook wat foutjes in mijn proef zitten, net zoals vandaag. Maar vandaag kon ik er veel mooier en rustiger aan rijden, waardoor het een mooier geheel is geworden uiteindelijk. En wat is nu je plan met je 6-jarige Vivaldi Donovan? Ik geef hem eventjes een weekje vakantie, even vrij. En daarna ga ik hem doortrainen tot aan het Z. En mijn planning is om hem in mei in het Z te starten. Nou, dat lijkt me een mooi doel. Bram, hartstikke bedankt. U ziet inmiddels denk ik op de achtergrond de eerste ruiten alweer de baan ingaan voor de klasse Z2. Dus daar gaan wij heel snel.